Hier op de Westhavenkade in Vlaardingen staat de Pelmolen. De bewoners van de Pelmolen hebben het niet zo naar hun zin. Nee, ik kan beter zeggen, wat is er niet aan de hand? Ja, parkeeroverlast sinds dat de GGZ zit. Drugsoverlast wordt geconstateerd, maar wordt niet op gereageerd. Geluidsoverlast van de diverse partycentrums van de Turks en de Marokkaanse trouwerijen. Met zeer zwaar vuurwerk, het geklaksneer tot diep in de nacht. Niet alleen Bert heeft problemen. Andere bewoners van de Pelmolen hebben ook klachten. Ze zijn bang voor hun eigen veiligheid, daarom wilden ze niet op camera reageren. Straatraces aan de overkant. Autolichten die in de woningen schijnen en seks op de parkeerplaatsen. Dat zijn de problemen die de bewoners ervaren. Maar het grootste probleem is dat de handhaving niet optreedt. Er stond een auto van handhaving net voor de drempel bij de brug naar de Mandela-brug toe. Er stond een auto van de handhaving waar 3 personen in zaten. Stonden naast de auto van de handhaving stonden ze te dealen. Er werd gewoon lopend werd er gewoon iets aan elkaar overgegeven. Nou, dat is stereotyp voor een drugsdeal. Ze kijken ernaar en ze doen er niks van. Wordt gewoon niet op ingegrepen en tot slot van armoede, omdat ik stampij maakte van, omdat ik het zag gebeuren. Hebben ze maar een Turkse meneer met een Mercedes bekeurd omdat hij toevallig iets verkeerd stond. Bert Onderstal heeft op Facebook een gesprek gehad met de burgemeester. Dat is niet de normaalste gang van zaken. Waarom de burgemeester dit gesprek openbaar voerde op Facebook is niet bekend. De gemeente wil daar ook niks over kwijt. Ik vind gewoon dat de burgemeester hoort er voor iedereen te zijn en die hoort er dus ook te zijn van niet alleen als het leuk is, maar ook om problemen op te lossen en te kijken en mee te denken voor de problemen. Kijk, hij kan niet alles oplossen. Ik bedoel, het is geen Superman. Laat ik dat ervoor opstellen. De gemeente geeft aan in het nieuwjaar deze problemen mee te nemen in de vergadering. Wel geven ze door aan de handhaving dat ze 's avonds beter moet controleren bij de Pelmolen.